Dus we zijn eigenlijk nog niet eens tot het debat gekomen. Maar echt, ja, wat zijn die twee voorstellen nou? Want ze verschillen nogal. En het is best wel lastige materie. Is het te ingewikkeld voor de gemeenteraad van Almere? Nee, dat geloof ik niet. Maar daar begint het een beetje maar op te lijken. Maar er zitten veel keuzes in. Dat is het. We hebben al een hartstikke duur tarief in Almere. Dus er zitten wel een heleboel keuzes in. Dus dat is wel een belangrijke afweging. U opperde vandaag iets waar iedereen heel blij van werd, volgens mij. Namelijk, laten we onze accountant ernaar laten kijken. Die kan misschien wel helderheid verschaffen. Ja, we hebben onze eigen accountant. Als gemeenteraad? Ja, als gemeenteraad. En dat is hij is onafhankelijk. En hij kijkt naar onze begroting en hij geeft ons advies erin. Dus dat is iemand die heel veel van financiën ook weet, veel weet van Almere. Dus waarom zouden we dat niet inzetten? Nou, dan duurt het misschien een week langer, maar dan hebben we wel een gedegen besluit. Maar wat zegt dat over het voorstel van het college? Want als dat een goed voorstel was geweest, dan had daar ook gewoon een argumentatie onder gehangen met de juiste cijfers. En dan had de raad in principe op basis daarvan gewoon een keuze kunnen maken. Ja, nou als wij als VVD kijken naar het collegevoorstel, dat is dan bronscheiding, daar gaat een vierde bak plaatsvinden. Ja, we weten ook uit van heel veel Almeerders dat ze daar niet op zitten te wachten. Dus dat vraagt dan nog wel even wat verder onderzoek van moeten we dat dan wel echt doen? Kunnen we niet beter naar dat andere systeem gaan? Daar hangen weer financiële consequenties aan vast. Dus wat ik net al zei, het is gewoon een grote keus voor Almere. Het raakt gewoon alle Almeerders. Alle hoop is nu gevestigd op één man, en dat is de accountant. Die moet uitsluitsel gaan bieden. Ja, ik ben benieuwd als hij dit ziet of hij dat dan al weet. Maar ik denk wel dat een heleboel fracties zullen natuurlijk ook wel een voorkeur hebben. Maar het is denk ik wel goed om die hulp nog even af te wachten, ja.